Ik ben een harde Feyenoordkern en voor de rest moeten ze niet oude tyfus roeren. Kijk eens aan, nou ik ben een Ajaxiet. Ja, ik hoop dat jullie winnen dit weekend. Dan moet je niet meteen maar praten. Opzouten. Voor een Amsterdamse straatjournalist als ik zijn dit de momenten dat je eigenlijk hoopt dat Feyenoord op nummer 1 staat. Wat een ongelooflijk gênante vertoning hier heeft plaatsgevonden. Explosieven door de bus gegooid van het Feyenoord Café in Rotterdam. Wij gaan even bij de uitbaten kijken hoe het allemaal heeft plaatsgevonden. Nou, dat was niet prettig wakker worden vanochtend. Nee, dat mag je wel zeggen. Ja. Normaal ga je om die tijd naar je nest en nu was je eruit. Als dit een vuurwerkbom is, dan is het een hele mooie vuurwerkbom geweest. Maar volgens mij was het heftiger dan de vuurwerkbom. De achterruimte is 20 meter verder, die is eruit geklapt. De lamp in de wc liggen eruit, boksen zijn gescheurd. Maar het lijkt erop dat ze deze explosieven zelf maken. Nou, ik hoop dat hij dat nog een keer doet en dan, dat hij dan in zijn klauwen afgaat. Dat is niet erg vind. Ja. Ja, of in zijn hoofd. Maar, ja, dit kun je voor mij niet aanschaffen. Dit. En hij doet het perfect hier zo, want ik ben een buurman van hem. En we hebben nooit geen ellende, nooit geen overlast. En nou gebeurt dit. Het is echt ongelooflijk. Toen de alarmdienst belde dat de sabotagealarm afging. Dan weet je eigenlijk al dat het iets met druk te maken heeft. Dat je alarm eruit geknald is en de politie erbij. Deur openmaken, maar dat ging niet. Toen kwam er, we hebben hem opengebroken, toen kwam er een grote berg rook uit. En toen met glasgerinkel en deuren ontzet en toen zagen we pas nog niet de totale schade vannacht, maar dat hebben we nu gezien. U staat erbij en kijkt ernaar. Ja, klopt hè. Wat was het eerste wat in nu opkomt? Dat die pleurisneus eens een keertje moeten kappen. Dat? Dat die pleurisneus eens een keertje moeten kappen met al die gekke geintjes. Want dan zijn we natuurlijk gewoon helemaal puur en puur zat hè. Is het een bommetje misschien wel uit de hoofdstad? Zou best kunnen. Maar ja, ik kan me niet voorstellen dat ze uit de hoofdstad hier naartoe komen om een bommetje neer te leggen. Ja, van de week was er natuurlijk een vuurwerkbom. Ik denk dat dit hetzelfde is, want aan de camerabeelden te zien is ook weer eentje weggelopen met een hoodie. Met een capuchon en heel laf door de brievenbus een bommetje gegooid heb. Dat ze dit flikken. Dan moeten ze gewoon niet flikken. Die jongens die werken daar de touwtering om de zaakje lekker te kennen laten draaien. En dan krijgen we dit weer. Dat slaat er gewoon nergens op. Ze moeten er gewoon mee nokken. Veel mensen denken dat het bommetje uit de hoofdstad komt. Nou ja, er is een link naar een paar weken geleden bij de Ikea in Delft. Daar hebben ze natuurlijk flinke schade opgelopen, de mannen. En ik denk dat het een vergeldingsactie is. Ik denk dat ze... Dat ze deze jongens zo hard geraakt hebben dat die een hersenbeschadiging opgelopen hebben. Anders doe je zulke debiele dingen niet bij een ondernemer die al in een jaar tijd 9 maanden dicht geweest is. Je krijgt wel direct al telefoon van de call signal van dat je 14 dagen dicht moet. Ja. Dat is natuurlijk waar je helemaal niets aan kan doen. Dat is toch belachelijk? Ja, want je had je café net 2 weekjes open en alles was er heerlijk bij. Ja. Nu doe je zo. Dit is, zo. Dat is nog even wat... Dan kun je beter corona hebben dan de stoflongen. Bij de Ikea in Delft hè, was er natuurlijk een aanvaring tussen Ajax en Feyenoord. Maar er is toch helemaal geen strijd op dit moment tussen Ajax en Feyenoord? Ajax staat op 1 en Feyenoord op 5. Ja, we hebben al helemaal niks dit jaar. We hebben al een grote rampenjaar. Dus qua horeca, qua voetbalbezoekers, maar ook qua voetballer van de club. Ja. Dat is al drama. Dus, ja. En dan krijg je, dit is nog een grote drama nu. Ik ben een harde Feyenoordkern en voor de rest moeten ze niet oude tyfus roeren. Kijk eens aan, nou ik ben een Ajaxiet. Ja, ik hoop dat jullie winnen dit weekend. Dan moet je niet meteen maar praten. Opzouten. Ja, nou, ik begrijp wel hoe hier ruzie ontstaat. Ja, gewoon wegwezen. Ik gun je net de winst. Niks mee te maken. Nou, en zo Ajaxieten hebben hier gewoon niks te zoeken, klaar. Dit is Rotterdam en dit is Rotterdam. Ze zijn een doneeractie gestart waar we echt super trots op zijn. 8000 euro is erop gehaald. Nu? Ja. Nu. Nou, dat komt maar, ja, we hebben 2 weken sowieso niet open. Dan weet je dat vast, mensen. Dat hebt ieder van elkaar die maar leuk, dat we 2 weken dicht blijven. En misschien een beetje een gekke vraag nu, maar ben je verzekerd? Krijg je alles vergoed? We zijn verzekerd, we hebben alle papieren al opgezocht. En, nou, weet je wat je dan tegen die Ajaxieden kan zeggen? Dat je met die 8000 euro lekker 2 weken op vakantie gaat? Oh, dat kan wel, ja. Dat kan ik wel zeggen, ja. En dat ik nooit meer naar de hoofdstad kom. Nee. Nou ja, ik als Ajaxiet hoop van harte... Even zachtjes. Niet doen, niet met die bezem gaan slaan. Hoop van harte dat jullie gaan winnen dit weekend. Ja, dit ik zet alles in op jullie. Ja, dat is een schrale troost dan. Dat is een schrale troost. Dank u wel, Piek. Lekker man.